Van plantage Frederiksdorp vluchten relatief weinig slaven. Dat verhaal doet althans de ronde. In deze aflevering van de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme probeert historica Mildred Caprino dat te verklaren. Verslaggever Sam Jones maakt een historische wandeling op plantage resort Frederiksdorp resort. En verder gaat deze historische rondleiding. Langs de 6 politiewoningen, de commandantswoning, lopen we via het centrale pleintje, waar ook het oude cellenhuis aan ligt, verder het terrein op. Onderweg naar de koloniale gebouwen, die natuurlijk verhuurd worden voor toeristen en bezoekers, nemen we ook een kijkje bij het zwembad. Met heerlijk terras, tafeltjes, parasol, er zitten wat daggasten onder. Tegen de hitte, hoewel de palmbomen ook verkoeling brengen. Tussen de palmbomen zien we al het eerste gerenoveerde koloniale gebouw. Het moet hier in de slaventijd natuurlijk heel anders geweest zijn. Het leven van tot slaafgemaakte was hard. Toch gaat het verhaal dat eigenaar Knuffel een markant figuur was. Hij zorgde goed voor zijn slaven. Historica Caprino. Goed zorgen voor is natuurlijk relatief. Wat er uit de bronnen bekend is, is dat er redelijk veel land voor kost was uitgetrokken. Om bananen en aardvruchten en noem maar op te telen voor die slaafgemaakten. Verder werd ook gezegd dat er amper sprake was van maronage. Tot slaafgemaakten liepen niet weg van de plantage. Er was wel een stelregel dat als je die slaafgemaakten goed voedde, er in eerste, tweede, derde instantie weinig reden was tot het weglopen of klagen. Het was vereist om voor kost te zorgen, maar zorgde je heel goed voor de kost, dan zou je kunnen meemaken dat de animositeit minder werd, voor wat betreft ontevredenheid, en dat weggaan, wegtrekken minder zou zijn voorgekomen. Toch zijn er van verschillende plantages wel tot slaafgemaakte weggelopen of hebben hun vrijheid bevochten. Weglopen is er altijd geweest. Het kan zijn voor langere tijd, permanent, maar het kan ook zijn voor korte tijd. Er was strenge discipline op de plantage. Frederik Knuffel was immers militair. Op weglopen, maronage, stonden zware lijfstraffen. Op sommige plantages werden handen of ledematen afgehakt. Heeft dat misschien een afschrikwekkende werking gehad op de achterblijvers? Ik vermoed niet dat op de plantage handenhakkerij is geweest, want dat was buiten proporties en dat kon alleen maar door de stedelijke overheid in Paramaribo. Op andere plantages waren er wel misstanden hoor, van ledematen afhakken en dergelijke. Maar dat gebeurde om de overige slaafgemaakten bang te maken. Als je hand werd afgehakt of als je Achillespees werd doorgesneden, dan durfde je het niet. Dan zou er zeker een heel grote mate van vrees heersen. En dat had die kleine witte groep best wel nodig om zo een grote populatie van slaafgemaakten in toom te houden. De volgende keer neemt Sam Jones een kijkje in 2 grote plantagehuizen op plantage resort Frederiksdorp.